Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. We gaan weer eens een ronde doen en vandaag ben ik Perry het Vogelbek Dier. En ik heb 7 gegooid, wordt echt steeds lager. Weer als eerste, wat de hel. Nou ja, het mooiste vind ik, jij had 78, ik had 77. Nee. Net met die corrupte ding, was het 7, had ik 17 en dat was het hoogste. Wat? Ja, dat is. Options. Blur. Hoppa. Oh, vandaar dat het net allemaal zo lang duurde bij ons. Ja. I got it. Dat is ook huge. Ja. Wat is dat? Een haar. Ja, dat heb ik je in aflevering 1 gezegd. Ja, maar dat hebben we nog nooit gehad. Nee, klopt. Sommige borden hebben dat niet nodig. Wat is dit voor een onzin? Dus, kan ze Jordi dat nemen? Wat doet een haar op een 6-zijdige dobbelsteen? Ik heb geen idee. Ja, heel bijzonder. Maar kan je nog wel 6 ook gooien? Ja. Dus je hebt eigenlijk gewoon 7 zijdes. Ja. Nou ja, volgens mij heb je meerdere zijdes op een 6-zijdige dobbelsteen. En dat is meer dan 6. Dat 6 zijn, denk je? Ik zou ze inderdaad zeggen boven. Ja. Daar heb je inderdaad iets meer aan. Mm-hmm. En nou, het valt. Oh, daar hou ik niet vast. Oh. Oh, oké. Okay. Charge a 100G flat rate. Oké. Okay. Dus je moet sowieso 100 gaan betalen, maakt niet uit waar je op landt. Tenzij je niet op een winkel landt. Roll again. Ja, mooi. Wauw. Ah, oké. Daar hebben we nog geen kloot aan. Nee. Early game stock ding. Ik moet even twee. Dat is een beetje kloot aan deze. Als we nu stocks kunnen kopen, dan is dat wel gewoon... Meteen duurder. Ja. Die is dan wel meteen duurder. Dus gelijk beter. Mm-hmm. Hola. Ah, gezellig met z'n tweetjes. Wauw. Het zijn echt de meest verkeerde dingen om nu te hebben. Early game, als je dan die 3000 had die Milan de vorige keer had. Wow, je mag nog een keer? Zegt degene die net nog een keer mocht. Ja, oké, maar dat is gewoon een vakje op het veld. What the fuck? Maar ja, je ziet ook wel, deze is op zich aardig groot. Dus je loopt gewoon consequent een cirkel, hè? Ja. Ja, maar wel beter dan iets wat half schuift. Ja, klopt. Ik snap ook niet waarom deze de nummer 2, de nummer 3 is in plaats van dat de vorige. Vorig bord was echt... Ik vond het een gelegen dagspotje. Ik weet niet met jullie, wat jullie vonden, maar ik vond het echt makkelijk. Ik vond hem inderdaad... Alweer, what the fuck. Het gaat lekker, maar ja, we hebben al opgemerkt, vroege ventjes zijn mooi, maar... Ja... Jezus. Shop. Alle goede dingen gelijk Ik ben helemaal niet blij hoor, want ik heb nog steeds geen shop kunnen kopen. Jullie kunnen de hele tijd shops kopen. Ik vind het echt kut. Want het probleem is gewoon, als je straks te weinig shops hebt, ben je al gewoon genaaid. Tenzij slime heet. Tenzij slime heet. Maar die had uiteindelijk niet gewonnen, dus. Nee, klopt. Maar als hij niet op mij had geland, was het inderdaad een ander potje geweest. Ik vind het zo mooi dat early game gewoon echt super fast paced is. En zodra je bezig bent, is het super traag. Dat vind ik machtig als Orchard Street. Oh, dan moet je gewoon eens tactisch gaan nadenken. Godverdomme. Buy out, buy out. Ah, ik kan het zo doen. Nah, dat is dan geeft hij me wel echt bijna al direct de game in early. Ja. Oh, fuck off. Hey, Harm, hey. Gezellig. Oh. Ik kan hem niet eens uitbaaien. Wat een onzin. Oh god, Jordi takes an early lead again. Nou ja, aan de ene kant is het slim, aan de andere kant is het dom, want ik moet nog dat hartje oppakken, hè. Dus... Ja, maar dit is zo'n kleine map dat je dan maar heel makkelijk komt. Ja, en waarschijnlijk kan je in een cirkel lopen. Dus... Ja, ik ben zo geïrriteerd dat ik nog helemaal niks heb. Nu kom je wel tegen. Nee. Oh, wacht. Jawel. Ja, net aan. Ja, moet die hebben. Ja. Heel slim dat je die pakt. Nou, buiten dat, ik moest deze... Ja, je moest wel ding nog. 6. Nee, ik heb lag. Een beetje lag spiken. Ja, een beetje maar. Wordt het weer zo'n game dat ik overal nergens shops heb. Ja, dus blij dat je shops hebt. Touché. Maar ja, jij hebt hem al. Zo goed als.
ik dacht al, jullie gaan het dure district pakken. Maar ja, je ziet ook, je kan niet rondjes blijven lopen. Nee. Je moet wel met de cirkel door. Oeh, hij naaide je bijna. Ja. Oké. Okay. Oh, deze is nu wel al fucked, want nu zijn er best wel wat shops gekocht. Zo, Jordi, ka-ching. Ja, nou, het is vroeg zat, hè, dus. Nou ja, alsnog lekker, toch? Geld is geld. Geld is inderdaad geld, ja. Ben ik trouwens naar alle drie de potjes steeds als eerste begonnen? Nee, maar jij en ik zijn wel vaak achter elkaar. Dat is, nou ja, Milan en ik nog meer, hoor. Ja, klopt. Milan als laatste is en jij dan volgende. Ja, je moet wel. Ja. Ja, je moet voor de promotie gaan. Hè? Dus wat doe je? Ga je voor de laatste snelle shops of... Ja, mooi. Oh, God, het is niet te geloven. Nee. Ja, wel stoppen, maar niet buyen. Oh. Ik moet nog die ronde afmaken, hè? Wordt die dan niet gefeild? Nee. Nee. Oh, dat dacht ik. Dat is ook een manier om te spelen. Je landt er wel op, maar je koopt het niet. En op die manier... Wat zeg? Receive 20 G per shop you own. Nou ja, 60. Prima. Laat ik het maar. Godverdomme. Oh mijn god. Ga goed, hè, Milan? Nou, fantastisch. Hoeveel winkels heb je nou al? 1. Oh nee, ja, 2. 2. Ja, Venture is beter. Ja, de. Nou, dan ga ik weer teruglopen, loop ik één promotie achter, maar ja, is niet erg. Oh! Dit is hetzelfde als die heel slime. Dus het is extra spelen die rond gaat lopen. Oh. Maar dan een slechte of een goede? Ook nog steeds een goede. Het is een goodie bag. Oh, hij liep helemaal niet naar mij. Wait, what? Je krijgt geld als hij op jou landt? Nou ja, hij landt op mij, hè? Dus... Hij landt sowieso op mij. Zo, duurt even. Hop, ja. Even een Nicky. Ah, 69. Bam. Oh, je landt er precies erop. Ja. Die 5,50 is pittig, zeg. Mm. Jezus. Oké, okay, dat vindt deze trick dat net in de plus gaat nu in de min. Ja. Ja. Maar de andere ging net met 20% omhoog, nog gaat hij met 10% naar beneden, dus... En hij is weer terug op het oude niveau, want net was ook 11 stocks. Nee, net was 10. Nee, dat ging van 10. Dames en heren, Milan kan een nieuwe shop kopen. Het is fantastisch. Promotion. Hoeveel krijg je bijna niks, waarschijnlijk? 4,5. Ja. Nou, prima. We gaan wel stokjes kopen, dat gaan we zeker doen. Nou, denk goed na waar je het moet doen. Ja, ik vind dat altijd heel lastig. Je moet naar het plaatje ook kijken, hè? Ja, dat weet ik, maar dan kan je het best nogal, gewoon in deze doen. Nogal, is wel het handigste, juist. Ja, oké, dan had ik het in ieder geval goed bedacht. Is. Maar niet zo degene waar de meeste shops zijn, daar moet je stocks in kopen. En nogmaals, zeker als het een Monopoly is. Mm-hmm. Iedereen heeft overal nergens shops, hè? Ja, maar ja, vind je het gek? Dit is letterlijk een gigantische... zandklok. Zo. We hebben wel veel laggies vandaag. Ah, joh. Wees blij dat we het zo kunnen spelen. Ja, precies. En met deze game is het niet zo erg als het lagt. Nee, dit moet je niet hebben met Double Dash. Nee. Ah, het is jammer dat je hier komt. Ja, zo van... Hey Milan, ik ben al 1 cup verder. Waar ben je? Ja, dankzij de lag loop ik nog 1 cup achter. 1. Ah. Ja, oké. Jordi, hoe komt het überhaupt dat je een rondje af kon maken? Ik ging bovenlangs. Ik wilde die laatste shop hebben. Oh, oké. Okay. Daarom had ik de hard niet. Oh, de eet, jezus.
Ik wou het zeggen, invest in je shop nu al. Ik heb zo'n voorgevoel dat Jenk dus ook een cash spaarder wordt. Weet niet. Onderheb nog niet, is leeg nog. Oeh. Ja. Nice. Jezus, echt overal en nergens zitten winkels. Mm-hmm. Ja, ja betaal je Milan of betaal je Milan? Ja, ik betaal toch misschien Milan. Je stocks verkopen, godverdomme. Ja, kleine stocks. Tuurlijk. Hij komt sowieso... Oh nee. Ja, ja, maakt niet uit. Weer. Maakt niet uit of hij was bovenlangs gegaan of onderlangs. Beide was hij op mij geland. Ja, dit helpt niet. En je moet erop stoppen, hè? Ja, dat. Ik weet het, maar dit helpt niet. Yo. Nou, aan de andere kant is dat kut hoor, want... Hij heeft die twee winkels daar. Ja. Nou, niet dat die heel duur zijn, maar toch. Hij heeft ze wel. Anders. Waarom? Venture? Jezus, Milan. Oh my god. 40 gold. Forcible buyout. Oh, any unowned shop or vacant plot. Oh, nou. Prima. Oh. Dus ik mag nog iets kopen. Ja. Ja, moet je even kijken, waar heb jij momenteel... Oh, ik zou links bovenin. Die? Nee, links, nee? Links bovenin. Oh, ja, dat je er dan twee open. Hebt, zeg maar. Ja. Hoppa. Ja, tuurlijk, je had die 550 kunnen doen, maar ja, dan heb je niks meer. Nee, dat is waar. En je hebt ook niet zo gek van stops. Dus... Nee, dat is waar, niet zoveel. Hey, nice. Ja, ik moet wel nu wel uit gaan kijken, ik moet ook op mijn stocks letten. Mhm. Jezus! Denk je dat hij nu klaar is? Denk het ook. Nee! Nee. Oh. Zo is niet. Volgende turn dan. Ja, nee. Wat kies je? Oh, nee, je moet wel. Ik moet die kant op. Je moet het hartje pakken. Ja. Hij moet dicht voor de nacht. Mm. Of zal hij krijgen? Ja, dat is wel zeker ongeveer. Zo, ik koop meer stocks van slime. Ja, dat wel, ja. Zo, echt veel lekker inderdaad. Mm-hmm. Ja, ach. Is dat het ergste is? Mm. Oeh, vrije winkel. Nee. Het wordt zometeen gewoon handelen in Monopoly zometeen, hoor. Ja, ja maar echt, hè. Rol nog een keer. Ja, betaal mij of betaal mij. Wat ik niet zo gek wil. Het is een mooi spot die ik daar heb gekocht. Ja. Ja, dat is echt een mooie inderdaad. 3. Nice. Betalen. Oh, ik heb al 8 gold. Ja, stocks gaan lekker hè. En nu gaat hij wel weg. Ja. Leuk is, ik heb hem getrokken, maar ik heb er geen kloot aan gehad. Nee. Ja, 11 gold, omdat ik stok toevallig heb. Ah. Ja, wel stoppen en niet kopen. Nadeel wel is, ik moet hier wel de route afronden, dus ik loop 1 promotie iedere keer nu achter. Oké. Bijzondere keuze. Er zijn al maar 3 winkels te kopen, hè? Dus het is allemaal. Er is geen Monopoly of wat dan ook momenteel, hè? Dus. Goed plekje. Zeven is echt OP. Ja, je landt op jezelf of je moet daar langs. Ik moet wel, want anders ga ik ook een rondje lopen. Ja, dat ik dus net van ja, wat doe ik? Gelukkig raak ik maar is niet zo gek veel kwijt, maar...
Man, dat ga ik nu ook wel merken, denk ik. Ja. Oeh, je hebt wel dat fake. Oh. Stop je hier niet open. Ja, oeh. Ja, ik kan het toch niet. Nee, je kan het niet, maar dat, als je het doet, dan heb je weer een probleem. Ja, hij kan die 5-5 natuurlijk wel kopen. Dankjewel. Volgens mij is iedere ronde wel iemand daar op gelopen. Ja, klopt. Het is echt een goed plekje wat je hebt. Toegeven, als dat geen arcade was geweest, mijn checkpoint. Oh, commission ook nog. Lekker, Milan. Lekker bezig, Milan. Wat betekent dat ook alweer? Commission is als bijvoorbeeld, kijk, nu land Harm hierop. Nee. En dan krijg jij je 7 extra. Ah. Dus jij krijgt 20%. Omdat ik een stokje heb. Nee, omdat jij commission überhaupt. Hebt. Nee, okay. Je hebt nu commission. Hé, hey, hè, eindelijk op boord. Hé, jullie hebben boord. Nee. 100 gold, dat is net wat je al relegation hebt. Ja, precies. Slurp, droom. Round the blocks. Dat is het enige waar niemand wat aan heeft, behalve de speler zelf. Had je eigenlijk... Ja, natuurlijk. Hij heeft al 50 gold. Milan. Oh mijn god, fuck off. Ik zou zeggen, fuck off! Kijk de aflevering tussen mij en Simon. Die staat ook op Simons kanaal. Mm-hmm. Daar had ik volgens mij 4 van die slimes. Op level 1. Oké. Okay. Dan krijg je gewoon weer 200 gold. En dan gaat hij straks natuurlijk allemaal weer aan Jordi geven. Nou ja, je hebt gezien hoe goed mensen op mij kunnen landen. Dus... Ja, bovenlangs is beter. Ja, ik wou zeggen, kies je graf. Nee, maar sowieso de kans dat je zometeen op... Ja, opnieuw kies je graf. Betalen! Ja, dan moet ik hopen dat ik nu niet 3 gooi. Nee, precies. Waar de godverdomme geen soks meer over. 1, 2, 3. Ja, wat kies 1, 2, 3. Ja. Nee, joh, zo ver achter sta je niet meer, want je staat 4 plekken maar van ons af. Ik sta één promotie achter. Oh ja, hij staat een hele promotie achter. Oh ja, hij staat een hele promotie achter, dat is waar ook. Dat is het. Dus dat is het ding als jij niet het pad volgt zoals het zou moeten. Nee. Hè? Eindelijk is een keer geld. Maar daarentegen, ik heb... Wie heeft de meeste shops? Ik heb er 1, 2, 3, 4, 6. Jij? Ja, ik heb er 6. Milan heeft 1, 2, 3, 4... Ook 6. 5? Nee, 6. Oh ja, 6 is er 5. Kut. Nou, ik kan het betalen. Als het harm was geweest, dan had hij zijn stok moeten blokken. Ja, heb ik goed neergezet. Hij staat wel dik voor. Nu 3. Oh, 7. Keep it your name. 6-6-6. Dat is geen goed voorteken, Harm. Dat is geen goed voorteken. Ja. Het is soms echt achterhalen wie pakt de laatste van de shops. Ja. Want die 550 is heel interessant. Stel nou, jij koopt... Youngest koopt die. Mm-hmm. Weet iedereen daar eentje zitten. Nou ja, dan wordt het interessant. Ja. Yep. Papa. Natuurlijk is je aan die kant. Hey, thanks. Nee. Blijft mooi dat we tot echt... We zitten nog steeds early game. Nou, je laat mooi op jezelf. Een promotion. 6, 7, 8. Ja, rechts is geen monopolie. Midden is geen kans op. Links is heeft momenteel de grootste kans op een monopolie. Enige ding is omdat er al gaat niet omhoog, district A. Nee, maar dat verandert wel. Of als Youngest soms die alles overkoopt, want dan kunnen we meeliften op Youngest. Mm. Of jij koopt die laatste shops over, maar ja. Venture beide kanten, dus maakt niet uit. Thank you.
Met je arcade adventure, you're invited to play round the blocks. Dus dezelfde die we net zagen. Nou prima, kan me goed gebruiken. Ik kan wel niks krijgen, hè, mijn kennende. Nou. Nee. Hey, weet je wat leuk is? Al de keren dat ik Fortnite heb gezet, heb ik nog nooit op mijn round the blocks gewonnen. Nog nooit. Ja. Nou, Jordi, krijg je deze promotion. Ik land op die 101. Serieus? Ja. Waarom ben je de andere kant niet op gegaan? Ik start al links onderin, hè. Dus ik kon geen kant op, dus het is sowieso voor mij gokken. Kijk maar. Ja, precies. Als ik links onderin begon... Kijk, als ik op de commissie... Je bent allemaal 100. Ja, als ik op commissie was gaan staan, had ik nog een keuze kunnen doen, maar ja. Dat zei zo. 16, Milan, ik denk dat je die moet sprucen, die 16. Want ik heb zo'n gevoel dat dat een heel belangrijk stukje was. Yo, wat? Forced by die nou? Ja. Maar ja, hij heeft promotie, hè, dus... Ja, maar dan alsnog. Voor hoeveel baarde die? 500 of zo? Nee, niet eens. 300. Nee, niet eens. 300 nog wel. Wat een kutzooi. Oké. Early game. Ook dit nog. Bijzonder. Alles gaat dicht. Nou ja, toegeven. Waarom? Het is early game. Het is early game en ik had waarschijnlijk ook force buyout gedaan als ik 500 nog over had. En ik kan nog een promotie kunnen krijgen. Ja, ja, land je op jezelf, of... Waar ben ik wel blij dat... Is al. Waar ben ik blij dat ik dan nu er op die 100 landen en niet in de later. Mooi. Zo. Dat is mooi. Dat is mooi. Lekker. 345. Lekker man. Net niet. Oh, gaan we spruzen. Niet! The fuck? Die snap ik niet. Er zit geen logica achter bij het CPU, hè. Jezus, hoeveel eetjes. Je landt op... Harm of op Youngest. Youngest of ja, Harm. Maar die voorbij is 11, maar... Ja. Gooi eens even in 1, Milan. Weer. Hey. Zo. Nou, hij heeft nog stoks over, dus... Ja, maar gaat wel omlaag. Mhm. Bowser-tijd. 3. Roll again. Nou, wie gaat die 550 pakken? Daar ben ik echt benieuwd naar. Nou, ik sowieso niet. Wauw. Precies op de bank. Mooi. Hoeveel heeft hij eigenlijk nu? Ja, kapot veel. 700? Nee, oh, minder dan jou. Meer. Ja, natuurlijk gaat hij zich gewoon op de man gaan weer. Slim Milan om daar geld in te duwen en dat soort. Mm-hmm. Mm. Maar Milan, ken je heel het karakter überhaupt wat je aan het spelen bent? Nee. Nice. Is van Dragon Quest. Ik noem hem Perry het vogelbek die. Nee, Perry de Platapunk. Ja. De Platypunk. Wat mag dat zijn dan? Dat is zijn naam, Platypunk. Oké. Okay. Wauw. Wow. Ja, het valt vies tegen hoeveel het is. Maar... Nee, ik vind het goed. Stokprijzen gaan omhoog. Ja, mm-hmm. Vind ik het voor jou goed. 1. Prima. Nee, ik kom er nu wel met 40 gold, ik vind het helemaal goed. Sell your shop back to the bank for twice its shop value. Heb je ergens eentje staan? Ja, links, rechts bovenin, maar ja, daar heb je al geld in gestopt. De enige is 45, die linkse. En voor de rest zou ik het niet doen. Ja, maar hoeveel krijg ik ervoor? Dubbel de shop value, dus dat is 500. Ja, maar prima. Het is vroeg in het begin, dus op zich, het kan wel. Ja, het geld kan ik toch gebruiken. Ja.
Niet als ja, ik op land. Dat het kut voor mij wordt als jij erop landt. Maar ja, fuck it. Dan kunnen wij wel een ruiltje doen, denk ik. Mm. Oh, dan wacht. Betalen! Force buyout. Gaat hij doen, 100%. Hij gaat hem nu forcen. Yep, ja, godverdomme. Ja, maar het kan ook zijn ondergang zijn, hè? Ja, dat is altijd lastig. Nee, die linker is nu wel een probleem, die 200. Ja. Ja. 150. En maar weinig geen cash meer, hè? Nee, klopt. Maar ja, je weet hoe de cirkel loopt, hè? Ja, tuurlijk. Dus, wat een interessante ronde dit. Ik had veel shops, maar er is niet zoveel meer van over nu. Youngers neemt alles over. Oeh, dat is wel een mooi effect op je stokprijs. Ja, maar ik heb daar geen stocks. Ja, dus daar heb je dus niks aan. Nou ja, gelukkig is de CPU niet van ons zoals zelfs met pompen. Maar het is wel een beetje een probleemdingetje. Ik zie het probleem niet. Nou, landen op 400 zie ik wel een beetje als een probleem. Ik wou het zeggen, ga je het laatste pot kopen? Ah, één en laatste. Alleen 550 en nee. Ja, oh nee, twee nog. Die van mij heb ik natuurlijk net verkocht. Ja. Ja, en nu is het wel handig dat ik onderin ging, want ik moest onderin. Ja, tuurlijk. Dus ja, handelpositie noemen we dat, hè? Een H. Even kijken, wat komt... Ja, je moet bovenlangs, ja. Ik had al gekeken. Dat is mooi. Let even mee, want ik wil niet dat de mensen zelf de fout maken als mij net. Oeh, je kunt vest en capital zonder dat jij 100 GDP moet doen, maar ja. Wel lekker. Investen en dat gewoon in je eigen shop? Ja, ja, ja. 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 Ik dacht dat hij meteen maximaal pakte, zeg maar. Ja, pakte. Nee. Maar je kan niet altijd 999 erin stoppen, hè? Als je er maar 100 in kan stoppen, dan kan je er maar 100 in stoppen. Ja. Dus, ja. Ja, op jezelf natuurlijk. Dat snap ik gewoon niet helemaal. Wie er bepaalt in hoeverre die omhoog gaat of niet. Want soms dan het gaat echt super dik omhoog en soms helemaal. Er gaan heel veel stocks erin in een gebied zijn gekocht ook. Ja. Ja. Ik doe het gewoon als YOLO move ook een beetje hoor. Fortis schiet speel ik deels leuk, of deels YOLO. Ja, zeker. Zoals vorig potje, dat was voor mij een YOLO potje. Maar het pakte bijna slim uit. Mm-hmm. Ja, god. Wat zou je toch, kan zou je toch kiezen? Nou, ding ja, is, moet er toch langs. Milan kan het wel betalen, maar... is niet fijn. Jezus. Het grappige is nog wel dat ik gewoon bovenaan sta, maar ik heb geen idee hoe. Four times its value. Hey, dat... Waarom zou je dat doen? Nou, ik heb het later niet eens hoor. Later in de game is dat wel handig. Als je tegen veel geld hebt, dan maak ik gereed uit. Klopt. Tuurlijk, ik stop hoor. Godverdomme. Ook gewoon precies de shop die ik verkocht heb. Oké, dit wordt al. De bankgebied is alweer hel. Ja. Heerlijk. Arlop nu op die 550, wedden? Twee. Oh. Ja, welke kant zou je toch kiezen, hè? Zo weinig. Omdat hij ook niet zo heel veel fucking geld heeft. Oh ja, dat... bijna ook geen stocks meer. Nee. Je hebt kans dat we een early potje krijgen. Mhm. Nou, als het nu afgelopen is, heb ik gewonnen, toch? Werkt dat niet zo? Ja, klopt. Ja, klopt.
Ja, als je kapot gaat, ben je klaar, ja. Je kan geen kapitaal. Zie je rechts helemaal onderin? Ja, dan heb je vast zitten. Max kapitaal. Maar waarom? Omdat er geen stocks zijn gekocht in dit gebied. Maar ik heb daar stocks. Ja, maar niet genoeg. Niet genoeg. Hoe dat precies werkt, geen idee, maar je hebt niet genoeg. Die is al oké. Okay. Er zit een systeem achter. Ik snap alleen het systeem niet. Nee, mooi. Dank u. Jezus! Betalen! Dokken, 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 dokken. Betalen! 1200. Dit zou ik heel jammer vinden. Ah. Nou, als het een Monopoly was geweest, had ik erover nagedacht. Ja, waar heb je genoeg? Dan mag hij ook nog eens zometeen kiezen waar hij naartoe loopt. Dan loopt hij gewoon weer naar beneden zo. Ja, natuurlijk loop ik naar beneden. Ja, natuurlijk, want dat doet iedereen. Zo, ja, lekker. Maar wij mogen, als wij promotion hebben, mogen wij dan niet kiezen. Je loopt een promotion achter. Dat vind ik nog het meest knappe, weet je dat? Ja, yeah, I know. Badabam. Het is niet een Monopoly waar jullie in hebben, dus echt pompen krijg je niet, maar... Nee. Nou ja, je krijgt er wel 80 bij, omdat de sok in ieder geval één keer omhoog had. Nee, ja, klopt, ja. Hey. Nou, 43. De meeste wat geld terugverdiend. 1 of 4? 2. Au. Het is niet de ergste. Nee. Zo, tering. Nou ja, het is één ding. Okay, we zitten in midgame nu al, hè? Ja, I know. Jezus, Milan, je hebt een partij ready cash. Mm-hmm. Ja, wat ga je nu doen, hè? Nou, de stokprijs gaat wel omhoog. Mm-hmm. Wow. Je moet de sweet spot proberen te vinden. Ja. Nou, de sweet spot is al snel onder te zien. Ja, maar ik wil wel meer stocks kopen. Ja, dan kan je toch kopen zo meer. Hoe meer stocks, hoe makkelijker je straks met sell stocks reguleren zou je. Weet je waar deze muziek me aan doet denken? Nou. Takeshi's Castle. Oh. Ja, op zich. Ik snap hem. Goed programma. Als die Jengis is afgegaan, dan heb ik gewonnen. 65. Ik weet niet of er dan nog wat anders gebeurt, of is het dan gewoon klaar? Bankrupt is bankrupt, dan is het klaar. Dat is klaar, ja. En dan is het gewoon degene die het meeste cash heeft. Die het meeste geld cash hebt, die heb je gewonnen op dat moment. Op dat moment, ja. Maak hem af! Nou jongens, de ballen. Oh jee. Showprijs gaat van 1212 naar 787. Ja. Oh, tyfus. Oh, wat een kut. Als Jengis erop landt, is het klaar. I know. Ja, heel slim van je, hoor. Die hem daar... Oeh. Dit is B, maar dit is de bovenste, dus... En ik heb meer vertrouwen in monopolies die worden... waar de eigenaar een player van is, dan van de CPU. Fuck. Want CPU pompt niet echt, hè? Nee. Bij het pompen. Of verzuipen. Dat is de enige manier. Dit is 150. Nou ja. Milan, het kan altijd erger. Dat wel. Ja. Dat is het enige ding met deze Monopoly die jij hier heeft, hè? Hij pompt er niet echt dingen in. Oh jee, hij gaat iets exchangen. Eerst jezelf, hè? Eerst jezelf, dan de ander. Dat ben ik. Dat is jammer. 2. 5. Oh, mijn hart, echt hartslag 120 was het even hoor.
Volgens mij land je er net niet op. Nee, klopt. Je landt net op die van Milan. Daar heb je geluk mee. Ja, anders had ik graag gillen. Dan was het inderdaad even een kort potje geweest. Maar ja, ik denk dat je wat van die stocks had kunnen verkopen en dan was het ook klaar geweest. Dan had je jij dan nog doorgekund, want je had nog shops, je hebt nog andere crafts. Daar kom ik heel goed mee weg! Ja. Dat scheelt een heleboel, ja. Daar kom ik echt heel goed mee weg. Youngest. Hoop ik. Oh, gaan hem kopen. Oh, nee. Lekker! Ka-ching! Daar zijn tot nu toe de meeste beesten op geland bij mij. Dat vind ik wel lekker. Welke kant zou je toch kiezen? Lijkt me toch makkelijk. Ja, mooi. Force by, ja. Oh. Ja, welke kant zou je toch kiezen? Ja, dan ben ik er gelijk vanaf. Joe. Ja. Weet je wat ik grappig vind? Milan en ik blijven steeds op hetzelfde. Blijven ongeveer steeds op hetzelfde bij elkaar in de buurt. Sad. Ik kan het andere niet eens betalen, dus. Dat was ook de bedoeling. Oh, hij krijgt weer geld. Weet je wat ik wel leuk vind? It's anyone's game still. Behalve die van Youngest. Tenzij iemand op Youngest valt, dan is het meteen klaar. Nou, dan is die per se klaar. Eerder bij jou. Ja, kies je graaf. Welke kant zou je toch kiezen? Meer dan het is een kleine hoop zeker, of niet? Kleine hoop hop. Dat dat wel zou gebeuren. Dat ik op die 130 zou landen. Oh nee, had ik eigenlijk niet echt opgelet. Je komt sowieso op jezelf. Ja. Spruce je niks op. Kijk even naar mijn geld, kijk even naar mijn stocks. Ik heb niet naar je stocks gekeken, ik weet hoeveel stocks heb je. What the fuck doet hij? Ik heb geen idee. Ik heb genoeg stocks om het wat te betalen, dat is het probleem niet. Maar ik wil even dit stuk even door, want dit middenstuk is voor mij minder probleem dan dit rechte stuk. Ja, nee, precies. Realiseer je als hij nu op die 777 terechtkomt, hè? Was het gewoon klaar, hè? Ja, ik weet het. Jullie houden wel van elkaar, of niet? Ja, maar dat plekje ook. Hoeveel je daar dan niet van gehad hebt? Ja, ik doe het niet, want daar heb ik jullie het zadel in. Ik wil ook een keer winnen. Het zou toch wel een stunt van de eeuw zijn als ik nu win? We hebben alle drie gewoon een potje. Ja, win Jungus. Omdat iedereen nu opeens achter elkaar op 400 stapt. Memory block. Easy. Echt, jullie krijgen level up, wedden? Oh, zit niet tussen. Nou, stop dan. Als ze niet tussen zit, dan wordt het moeilijk. Stocks of suit? Eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger. Stocks. District B, volgens mij heb ik daar al stocks. Ja, weet je toch? Ja, die heb ik al. Zo, tering, ik krijg ook nog best wel wat. Oh mijn god. Jezus, man. Nou, Jordi in de lead. En ik loop één promotie nog 6 achter. Ja, kan je nagaan, hè? Ah, bijna geen stocks meer. Nee. Hij moet echt promotie gaan maken, anders is hij de lul. Oh, ja hoor, dude. Lekker! Ik kan zeg, iedereen loopt daarop. Ja, ik kan dat net op betalen, ja. Ja, maar voor mij mag je me uitbaaien hoor, Milo. Geen enkel probleem. Ja, gezellig. Oh, ik dacht dat ik naar beneden, naar boven moest. Nee, naar beneden.
Dart of Gold. Nou, het zal weer op Jengus terechtkomen. Dat is gisteren. Het valt nog een keer op mij. Nee, het is gisteren wilde ik inderdaad zeggen, maar het is zondag. Ik heb echt geen dagenbesef meer. Ik wel, maar het komt ook meer gewoon van. Minder van tijd zeg ik gewoon gisteren. Tuurlijk, Jengus. Dus echt, what the fuck. Wat nou als we S-difficulty doen? Is dat gewoon het hele board, gewoon de CPU? Ja, nou, ik denk het wel hoor. Suit yourself. Oeh, netjes. Any space you want. Nou, wat zal het toch worden? Dat is deze, ja. Ja. En loop je een promotie achter, hè? Zoomt any space you want. Dat zou wel zijn. Oh my god, take a freebie. 100 gold. 100 gold is niet verkeerd. 2. Wie gaat overlangs? Jezus, man. Nou, voorlopig zijn wij daar nog niet, dus dat scheelt. Nee, klopt. Ik heb zijn voorgevoel dat die 550 geen enkel moment erin gaat komen. Dat niemand hem gaat kopen en tot dan een potje al voorbij is. Mogelijk, ja. Oh, zelfs stocks. Doe maar 2. Nice. Ja, even kijken, wat moet je hebben? Hartje, dus je moet onderen, ja. Ja, heel boeien. 1450? Fuck no. Nou, er worden shops geëxchanged. Wie dan denkt goed, nou, je geeft niet meer mee een Monopoly, hè? Ik weet het. Aan de andere kant, ik geef jou 2 dingen. Dus jij hebt zometeen een, een 2 tegen 2 tegen Ham op 2 punten. Harder. De volle valt gewoon naar klauwen. Milan. Wat is het? Wacht, 2 tegen 2. Nee, dat is niet waar wat je zegt. Nee, oké. 2 tegen 1, want die 550 moet nog betaald worden. Ja. Hey, Milan. Mijn 120 shops voor die 2 blauwe van jou? Die 122 wordt vaak opgeland. Ah! GG! Jordi wint. Ja. G. Hij kan het betalen, toch? Op een of andere manier. Nee. All of Jengus. Hij heeft niks meer. Jordi wint. Lol. Alleen maar vanwege deze actie. Jezus. Yeah. Nou, dit is gewoon een single aflevering dit. Dit is 1 aflevering, ja. Dat is lekker makkelijk. Bedankt voor het kijken van deze aflevering Fortune Street. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.